Christus. Pieter. Maak er een beetje vaart van. Pieter. Laat ik je. En de laatste zullen de eerste zijn, en dat is uit het verre Limburg. Dat is een eindje rijden, hè? Hetzelfde procedé. Ik zeg de namen, je steekt je hand op, dan kennen de mensen je. Jérôme Bonny. De eerste was het weer vijfde of zesde op het WK in belofte. Vijfde? Vijfde op WK voor het belofte vorig jaar. Bonny. Geen gewone, hè? Ook karaktermanneke. Chris Botmans. Zou die geen Belgisch kampioen kunnen worden? Jon Koenen. Pas op, gaat zeker aanvallen. Wat dacht je van Thomas de Gent? En dan gaan we naar Steven van Voren. Die een heel goed seizoen heeft. Dan hebben we Christophe van der Wallen. Die onlangs nog in Gietingen won. Straffe man. Hou ze maar kloppen, joh. En Pieter van Spijbroek. Thomas de Gent. Pertinente vraag. Wat doe je zondag in kampioenschap? Wachten tot het einde. Dus je wil winnen? Ik wil toch dicht eindigen. Nog een belangrijke vraag. Waar rij je volgend jaar? Dat weet ik nog niet. Ik heb wel een idee. Dat idee kan verkeerd zijn. Ja? Dus ga ik het niet zeggen. Goed. Bedankt mannen. Succes vandaag, hè.